Jongen, jongen. Nou, hier werkt ze dus, onze eigen Booming Brabant Princess. Het snelst groeiende bedrijf van Brabant vorig jaar. En dat is behoorlijk knap op je 27ste. Oh, daar is ze! Goedemorgen, hoe is het? Ik ga de piano aan het spelen. Sorry. Wat een heerlijk pand. Ja, dit is wel echt een heel fijn pand. Het is het oude raadshuis van Breda. Kijk. Dus we zitten hier heerlijk. We groeiden een beetje als jasje uit, maar we hebben nu een heel stuk achter aangebouwd. Oké, maar waar ben jij nou het allermeest trots op? Ik denk dat het wel een beetje voor zich zal spreken als we zo door het pand lopen. Zullen we doen? Ja, okay. Want dan zie je eigenlijk een beetje wat we al hebben gedaan en dat eigenlijk pas in 4 jaar tijd. Dat vergeten we af en toe. Het lijkt alsof we al jaren bezig zijn. Dat zijn we natuurlijk ook wel. Maar we hebben al best wel echt wel wat neer kunnen zetten in hele korte tijd. En daar ben ik best wel trots op. Dit vind jij denk ik ook wel leuk. Als je met je koffer loopt. Ja. En dan heb je altijd gehandeld dat je maar één stuk mag meenemen. Niet je handtas. Ja. Dus nu hebben we een soort trolley wallet gemaakt. Daar doe je dus je paspoort en je ticket in. En die draag je dan zo met je mee. En als je het vliegtuig in gaat, haal je hem af. Heel simpel. Maar dit is dan ook wel weer het stuk vrouw wat hier in dit bedrijf te proeven is. Ik zou zeggen, mijn broer heeft dit bedacht. Dat meen je! Nou, dan komen we hier buiten aan. Nou, dit is ook een heel vervelende plek, zeg. Is hij dan de grote baas? Paps, hè? Goedemorgen. Hey, Annemarie, hallo. Hey, wat leuk om u te ontmoeten. Ja, leuk hè? We zijn een dagje met dochter opstaan, op jou. Oh, vervelend zeg. Hoe is zij nou als dochter? Maar nou sta je erbij hè? Ik hoorde jou zeggen de grote baas. Oh, die neem je niet meteen terug. Ja, niet meer natuurlijk. Ja, nee, dat ik is misschien niet helemaal waar. Dat weet je. Nee? Ja. Hij is de adviseur. Maar wel mooi om te zien dat ze het ook meteen terugpakken dan. Want zo... Nou ja, we zijn natuurlijk nu het 4e jaar bezig hè, met Tim en Florentien. En die zijn echt helemaal los. De eerste paar jaar ben je natuurlijk heel druk bezig als adviseur. Hè? Ja. En nee, maar dan moet je natuurlijk alles nog leren. Maar ze hebben het wel verrekt snel opgepakt. Wat zit hierachter? Oh ja, dat is ook wel leuk om eventjes te laten zien. Dit is de oude gevangenis van Breda. Dat zat bij het raadshuis. Die is echt gebruikt als gevangenis. Er staan wat spullen in. We gebruiken een beetje opslag ook. Kijk nou, een wc gewoon. Kijk, we hebben het dan wel wat gezelliger geprobeerd te maken met de kroonluchter. Wie zou jij hier nou wel eens een keer in willen opsluiten? Wie kan echt bij jou het bloed soms onder je nagels vandaan halen? Ja, daar heb ik eigenlijk niet zoveel. Dat zou ik niet bij zoveel mensen doen. Het hoeft er ook maar één te zijn. We maken wel dat grapjes de moeilijke klanten. Daar doen we de besprekingen hiermee.